In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. Was de persconferentie. Ik werd 27 en de dag daarna zouden we in Tivoli spelen. Het was uitverkocht van onze clubtour en die ging niet door. En eigenlijk gewoon die hele tour ging niet door. Ja, dus je valt wel in een gat even. Ja, dat... Uiteindelijk sta je wel weer op, maar ja, je bent wel echt verdrietig even, ja. Daar hebben we andere factoren mee te maken, maar ja, ik was niet het leukste kind, nee. Nee. Ik weet niet of je leuk bent. Ja, meestal wel, ja. My love for the actress just got me this day with the dark side of the night. Crawl out of the rubble when the bones have lost their flesh. What an all around now, the road has been made cooler. You don't have to go with your time. Bliksemslaat in 1 op 2 miljoen. Kleine kans op onweer is genoeg. Ik heb een zoontje van 3,5. En ik vind het wel gek als ik erover nadenk dat ik niet weet hoe de wereld er... Dat weet je sowieso nooit, alleen daar ben je nu heel bewust van. Dat ik niet weet hoe de wereld er gaat uitzien voor hem over 20, 30, 40 jaar. Weet ik niet. Ja. Misschien heel goed, misschien... Misschien niet goed. Alles kan. God bless you. Kleine kans. Is genoeg. It's love. Opname. Het was wel fijn. De energy was gewoon fijn. Het voelt als een legendarische ruimte op een of andere manier. Dit is ook het gebouw waar Wes Montgomery ons gespeeld heeft. Dat meen je niet. Yes. Is dat die opname met Han Benning? Yes. Oh, die heb ik gezien.
In deze ruimte. Oh, sick. Die heb ik echt vaak geluisterd. Ja. Na het optreden in Studio 7? Nou, in 7 was ik jaren geleden, kwam ik daar. Heel vaak. Ik heb daar de legendarische plaat Last Date gemaakt met Eric Dolphy. En ik heb daar gespeeld met Johnny Griffin. En ik hoorde jou zeggen 64, maar volgens mij was ik in 62 al hier. En ik heb er opgenomen met Wes Montgomery en Clark Terry. En ik heb er opgenomen, en dat komt nu uit, met Sonny Rollins. School zijn. Nog steeds dezelfde chauffeur. I need direction in this state of mind. I'm climbing up to the borderline. I really want to talk. Eerst dacht ik van wel fijn nu. Hoef ik even niks. Dat is heel fijn dat je gewoon om 2 uur 's middags kan wakker worden. Het maakt toch niet uit, we zitten in lockdown. Maar daarna ben ik wel helemaal gek van, want als het 5 jaar gaat duren. Op een gegeven moment vond ik het echt heel kut. Gewoon, please laat het echt voorbij zijn. Ik wil gewoon dingen doen. Praat Emma, praat! Ik vind het vooral ook raar omdat ik mensen in mijn omgeving vaak nog moet uitleggen wat het belang ook is van cultuur. Ik vraag me af of er altijd wel het besef voor is. En ik wil er niet dramatisch over doen, maar ik heb soms het idee dat mensen niet helemaal snappen dat in hun weekend, in hun vrije tijdsbesteding, dat een beetje hun scheidleven, dat wij dat een beetje soms goed moeten maken. En wij als cultuur, want heel veel mensen in mijn omgeving, niet iedereen is blij met een situatie of met werk of met. Er is een hoop stress. En cultuur doet een hoop. Aan hebt om te weten, om jezelf te snappen, om je moeder te snappen, om je familie te snappen. Het emotioneert me ook gelijk. Dat is de eerste reden waarom je het doet en om de maatschappij te snappen en het land te snappen waarin je leeft en de oneerlijkheid van wat er gebeurt. En muziek is wat ik doe, dus en wie ik ben
En de muziek die ik maak is onlosmakend aan elkaar verbonden. Want voor mij is kunst het belangrijkste wat er is op de wereld. Want dat is het meest eerlijke wat er is, denk ik. White woman. Ja, die moet niet verdwijnen. Ja, dat is echt wel zorgelijk. En nu de tijd vordert, zie ik ook dat de infrastructuur in gevaar komt. De middenzalen, de kleine zaaltjes. Dat is alles waar het moet beginnen. Ja, die hele bodem gaat er onderweg. En ook de bodem onder jullie. Nou, als grote spinvis. Als grote band. Ja, we spelen wel, maar dat doen we omdat we het heel erg leuk vinden natuurlijk. Maar het is niet om het... een verdienmodel, om het woord maar te gebruiken. Hij fluistert door de brievenbus. Ellende en malle. Oh, wie helpt me? Hou me in bedwang. Ik kom mensen niet zien, zie je dat ze gaven. Het liefst pak ik de... Binnenkom 4 uur 's nachts werd ik wakker in het bed. Dat hoorde ik een arts tegen mijn moeder zeggen. Het is wel een serieuze zaak, hij heeft zijn nek weer gebroken. En toen hoorde ik mijn moeder zeggen, Jezus, dat hoorde ik op de achtergrond. En toen begon ik te huilen. Waar ik ga ben ik alleen, ik hou niet van mensen om mij heen. Ik zat bijna in een rolstoel, maar nu weer op de been, nooit alleen. Gedichten geschreven tijdens dat ik ziek was. Maar als ik dan muziek ging maken, dan dacht ik, oh ja, nu gaat het wel goed. Maar als ik dan opstond en muziek ging maken, kwam meteen de verhoging omhoog, ging ik hoesten, helemaal zweten. Dan dacht ik, oké, dit kan niet. Dus dat was ook wel heel gek om ruim 2 maanden geen muziek te hebben gemaakt. Dat is echt heel raar, want dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Maar zelfs melodietjes zingen zat er niet in. Dus ben nu pas... Ja, gewoon dat duurde even. En nu ben ik gewoon... Enorm waardeer ik het weer ontzettend dat ik muziek kan maken. Ja. Hoop ik op jou in de straat waar je woont. En lach je naar mij, jij sms nu. Wat heb je aan? Take me to the twilight. Can't touch us when we cross the line. You got me, sitting on me.
Het heeft best iets bars om je gedachten te vangen in 16 bars. Gekooid met 2x8 stangen. Australische regels voor poëzie en rap. Maar hoe langer die lockdown duurde, hoe meer je ook wel ging zien, zeg maar, dat die lockdown ook heel veel kwalen met zich meebracht. En uiteindelijk heb je toch een punt dat die weegschaal gaat kantelen. Dat zeg maar de kwalen van de lockdown nog zwaarder gaan wegen dan de kwalen van het virus. En ik denk dat dat een punt is dat we heel goed in de gaten moeten houden. En waar we misschien ook al lang voorbij zijn. En gelukkig hoef ik daar niet over te beslissen. Want het zijn echt van die leven- en doodbeslissingen. Maar ik denk wel dat het iets is waar de Tweede Kamer zich heel goed over moet gaan buigen. Blockbusters, blockbusters, voor een vaste rapper blockbusters. Blockbusters, blockbusters, zegt die barkers een rock'n'rockbuster. Maar de wereld is slecht en wat moet je beginnen? Je kunt niet meer terug, je moet het leren beminnen. En met de wind in je zolen, op een vlaag van violen, onverholen dolen naar het eind van de nacht. Als ik kom, kom ik om, als ik kom, kom ik om. En ik doe wat ik doe om voor de wereld te vechten. Wij zijn de toekomst en we zijn verpest. We zijn verloren, maar we doen ons best. Ik wou nooit moeilijk doen of excentriek. Ik zocht mijn heil en zoek nog steeds mijn heil in de muziek. Beseffen dat nu het moment is in dit vacuüm om over een paar hele grote dingen na te gaan denken. Hoe willen wij de toekomst in? Wat doen we met het klimaat? Wat doen we met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Dat is al een poosje bezig zo, die ons uit elkaar drijven. We moeten samen. Want ik zie altijd weer hetzelfde spel. Verdeel en heers en macht van geld. Ik dacht, ik zoek liever schoonheid, liefde. Ik dacht, waarom? Waarom zijn wij anders hier? Maar zie, het spotlicht roept mij weer. Ik ben een zanger. Ik ben een zanger zonder meer. Zanger zonder meer.